Op die mooie zonnige Kroningsdag, die natuurlijk ook in Katwijk groots gevierd werd, liepen veel mensen even het kanaal rond en zagen op een grote houten schutting aan de Prins Hendrikkade onverwacht ook grote foto's van oude bomschuiten. Dat trok veel aandacht. En de foto's die we daar al konden zien als vooraankondiging van de nieuwe expositie hangen nu ook als illustratie bij heel veel prachtige, ook daar nu speciaal naartoe gebrachte schilderijen van bomschuiten in het Katwijks Museum. Wie daarheen gaat, ziet daar nu dan ook echt een bijzonder stukje van de geschiedenis van ons vissersdorp. Een mooie, kleurvolle inkijk in de leefwereld van nog geen 100 jaar geleden. We wilden u daar natuurlijk ook weer graag een voorproefje van geven en ik maakte dus een afspraak met de conservator van het museum, André Groeneveld. Dag Wim, welkom weer. Ik wil nog meer horen over de bomschuiten ja. Nu. Nou, gaan we naar binnen. Ja. Het is weer heel mooi geworden, al zeg ik het zelf. Ik ga kijken. Naar een idee van Gerard Brouwer. Het eerste bezoek is al binnen als ik bij een schilderij van Jan Toorop mijn eerste vraag aan André stel. André, ik zie dat er heel wat mensen nodig zijn om zo'n bomschuit in zee te krijgen, want dat is toch een enorm ding, als je het zo ziet tenminste. Ja, nou, Jan Toorop, de kunstenaar, die heeft dat waanzinnig goed in beeld gebracht. Dat je met inderdaad veel mensen moest zijn om überhaupt zo'n gevaarte, wat een paar duizend kilo woog, om dat in zee te krijgen. Maar hoe doen ze dat? Want duwen alleen zo massaal, dat werkt niet. Je ziet hier ook nog twee paardenploegen. Oh ja. Die paardenploegen die gingen op een gegeven moment zijwaarts om dat schip om het nog verder naar de vloedlijn te krijgen. Maar dat duwen werkt inderdaad niet alleen, want daaronder zaten ook nog rollen. Want anders dan was er geen beweging in te krijgen, ook niet met paarden. Dus ze moesten eerst die schuit opduwen. Dat zie je eigenlijk hier, hè, dat ze hier, je ziet ook die ruggen zo staan. Ja, dus ze duwen hem iets omhoog met elkaar om die rol eronder te brengen. Dat heeft Toorop in een tekening ook nog verbeeld. Vervolgens, er liggen natuurlijk planken onder, want anders dan. Dus het is een combinatie van planken, dan die rol en dan. En dan wacht op de golf, denk ik. En dan pas, dan is hij uiteindelijk met de vloedlijn en dan bij vloed ging hij dan weg. Ja, 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 ja. Hij tekent dit precies, terwijl hij in zijn schilderij eigenlijk toch meer let op de kleur. En ja, dat ja, is Toorop. Het gaat daar eigenlijk om hele andere dingen. Hier heeft hij inderdaad geprobeerd om de werkelijkheid vast te leggen, gewoon voor zichzelf en in zijn werk. Wat gaat eigenlijk veel verder. Dat gaat om het symbolisme zit daar nog achter. Van met elkaar zo'n enorme schuit weg zien te krijgen, de elementen in. Dat schilderij dat staat meer als een soort symbool voor de. Een document bijna. Ja. Dit is meer een schilderij en dit is gewoon een studie voor dat wel de verhoudingen kloppen. In het museum zie je, zoals ik al zei, niet alleen schilderijen van bomschuiten. Mooie foto's voeren je ook even terug naar die tijd. En vooral een levensgrote fotowand zorgt daarvoor. We lopen zo de werft op. Oh. Hier zie ik het Andreasplein en dat, witte, ja. Dat witte huis. Wat is dat, André? Dit is het huis wat Jesse voor Dr. Loller heeft gebouwd. Aan de Wurft. En daar zie ik al masten, maar hier komen we eigenlijk voor. Ja. Dat is Hoogman. Die schuiten waren zo'n 3 meter hoog. Ruim. Dit is de Katwijk 89. 89, 3 meter hoog dus. Daar keek je echt tegenop. Ja. En dat moest je wegduwen dan ook. Vandaar dat schilderij van Toorop ook. Dat ze waren ook waanzinnig groot. Straks bekijken we nog meer schilderijen. Maar via deze foto's gaan we nu ook een paar keer naar waar het echt gebeurde. Zodat het verleden voor heel even ook echt zichtbaar wordt in het heden. En hier werden die bomschuiten dus het strand afgeduwd eigenlijk omhoog. En waar gingen ze dan naartoe? Ze gingen dus helemaal tot voorbij die, waar nu dat paviljoen staat. En dan werden ze echt op de boulevard gezet. Op de boulevard geduwd of gezet. Op de Wurf gezet. En bleven ze daar staan? Met paarden. En dan werden ze de hele winter stonden ze daar. Als een soort opslag. Ook vanwege de ruwe zee.
Ja, want als het invloed is en er is storm, dan had je natuurlijk flinke schade. En dat was een beetje zonde van het... Van de kosten die zo'n schuit sowieso met zich mee bracht. En in mei, zoals nu, werden ze dus weer teruggebracht. Dan werden ze weer teruggebracht en dan gingen ze op de haringvangst. Ja. 100 jaar geleden brachten ze die bomschuiten hier dus naartoe. Ja, voor de winterstalling. Ja. En dan lagen ze dus zo. Daar. Daar. Met z'n allen. Een stuk of 40 tot 70. Daar hoefde niet op gepast te worden. Iedereen wist, die zijn van ons. Ja. Nou ja, je kon het wel zien van wie was, hè? Aan het rederijmerk en ja, zo. Ja, dus een beetje passen was het al. Goed. Ja. En dan hebben ze nu auto's. Jammer. Die ja. grote Hummer, heb je die ja. gezien? Bob schuift van tegenwoordig. Ja. Hier kun je toch goed zien wat er op het strand gebeurt, André. Maar ja. dat anker, dat ligt daar heel zwaar, zie ik nu. Wat was ja. daar de functie van eigenlijk? Zo'n bomschuit had 4 ankers. 2 aan de zeekant en 2 aan de landkant. Nou, we zien hier duidelijk eentje aan de landkant. Alleen je ziet ook dat anker een spoor heeft getrokken in het zand. Omdat die schuit zo zwaar is en door de beweging, de eb en vloed van de zee, is dat ding behoorlijk erin gesleurd eigenlijk. Ja. Maar hoe zit het nou? Ligt hij daar nou klaar of is hij net binnengekomen om te vertrekken? Dat is heel lastig om per schilderij te zeggen of hij nou weggaat of dat hij nou aankomt. Ik denk zelf bij deze dat hij gereed is om weg te gaan, dat die paardenploeg hem daar heeft afgeleverd en dat die paarden hier weggaan. Maar voor hetzelfde geld wordt hij straks weggehaald om naar de winterberging te gaan. Er zijn misschien nog mensen die dat weten, dan mogen ze het ons vertellen. Hè? Ik ben bang voor niet, maar het blijft in ieder geval een waanzinnig mooi schilderij van deze Belg Farazijn die aan de overkant van zijn hotel in Duren dit voor de deur zag. Die paarden die waren wel van Katwijkers, maar er was een samenspel tussen die vissers die op die schuit zaten, die aankwamen, en zeg maar boeren en schelpenvissers. Die kregen vis van die vissers waarschijnlijk later. Waarschijnlijk nog extra, als een soort tegemoetkoming. Maar die paarden die zaten dus bijvoorbeeld op stal, stonden op stal in de Zuidstraat. Dan had je van die dammen met boeren die een aantal paarden hadden. Die werden voor dat schuittrekken ingezet. Dus die stonden dan klaar als die schuiten aankwamen. Maar je hebt het over samenwerking, wat hield dat in dan? Nou, ze konden niet zonder elkaar, want anders kreeg je die schuit niet omhoog. Kijk, als zo'n schuit aankwam, kwam die wel op het strand, maar hij moest ook weer terug, hij moest gekeerd worden, hij moest in de winter moest naar de winterberging. Je had gewoon die paarden nodig, dus je had ook die mensen nodig om dat aan te sturen. En zo werd het vissersvolk en het andere volk een eenheid. Ja, zo was het een eenheid. Hè. Je had een reder die schuiten leverde. Je had de boeren die paarden leverden. Je had natuurlijk nog de vissersvrouwen die vis verkochten op de markt in Leiden. Zo was het echt een. Hebben we daar ook schilderijen van trouwens? We hebben hele mooie vissersvlagschilderijen. Ja. En dan komt de buit binnen en dat zie je op dit schilderij goed, geloof ik. Ja, die schuiten komen aan, die liggen hier al, maar ze gaan nu naar degene die aankomen. Hier in de verte komen de nieuwe schuiten aan en er komt natuurlijk vis van boord. En op het strand was een vissersvlag. Deze vrouwen gaan naar het strand om bij de afslag te komen. En die afslag die vinden we op dat schilderij. Kijken we ook eventjes naar. Ze werden ingezouten. De haring zat trouwens in vaten, tonnetjes. Daar gingen er best veel van mee. Ik had begrepen bij de grootste 300 van die haringtonnen, dat is best veel. Op de heenweg hebben ze de drinkwater in vervoerd, weet ik. Waarschijnlijk, ja. Dat lijkt best logisch, want die ging 3 weken weg. Dus hij had wel wat nodig natuurlijk voor zo'n reis. En je had natuurlijk ook nog zout nodig, die zat ook in die tonnen. De tonnen, ja. Oké. Nou, dan komt dat hier van boord af. En op de afslag, direct aan op het strand, werd dat dan verhandeld. Er was natuurlijk een man bij die dat met een stok deed. Volgens mij is dat deze. Daar lijkt het erg op. En die visjes werden dan gewoon op het strand een beetje gesorteerd. Dat was wel een mooi gezicht volgens mij.
Is dat nou de Katwijk 88 ook? Ja, het staat erop, hè. Maar ja, er waren heel veel Katwijk 88 bomschuiten. En dit is het type bomschuit waar we het in de tentoonstelling over hebben. Maar de nog bestaande Katwijk 88 is een 4 keer zo kleine garnalenschuit. En dat is de enige die er nog is. En, die dan we moeten nog... we daar ook even gaan kijken, ja, vind ik. Naast de vuurbaak. Ja. Boffen wij even, ja, net een leuk gezicht. Hartstikke zo. Leuk zo. Gefeliciteerd. Dank je. André, dit is dus de Katwijk 88. Ja, dit is de... Geen bomschuit, hè? Nee, dit is, dat staat er wel op het tekstje, maar dit is een garnalenschuit. En een garnalenschuit die er ook wel veel geweest zijn, maar wat in de latere dagen waren deze de enige die over waren. Ja, deze is in 1913 gebouwd. Dus 100 jaar oud, waanzinnig, hè? Het is origineel nog, hij is wel gerestaureerd, maar het is wel een origineel schip. De echte bomschuiten waren 4 keer groter. 4 keer groter? Ja, dus 2 keer in de breedte. En, oh, in de breedte ook natuurlijk. Dus 2 keer breed, ja. En dan heb je dus, ja, en dan nog in de lengte. En in de hoogte was hij ook nog een stuk hoger. Ja, want dit is denk ik iets van, nou, iets meer dan 2 meter, denk ik. 2,5 meter, zoiets. 3 meter misschien. En een, ze waren wel iets hoger. Ja. Maar het is wel waanzinnig dat deze er nog is. De laatste. De allerlaatste, wat lijkt op een bomschuit. Zorg en hoop noemen ze hem. Ja, mooi, hè? Alleen die naam al. Ja, nou, de visserij is er gelukkig nog wel. Er valt hier heel veel te zien, zie ik. Ja, we kunnen niet alles in beeld brengen natuurlijk, maar... Het zijn zo'n 70 werken, hè, wat we laten zien. Allemaal mogen er nog een paar, André? Ja, we doen er nog een paar, tuurlijk. Het hangt hier. Hé, hey, een sloep, hadden ze die ook aan boord? Ja, dat is raar, hè? Dat ze op een gegeven moment moesten vanwege de veiligheid, moesten een sloep aan boord. In die tijden al dus. En dat komt omdat er stoomschepen kwamen en die overstoomden vaak die bomschuiten. Ja. Want die dingen die konden niet zomaar even links of rechts af. Vandaar dat er dus een sloep aan boord moest. Maar dat moest wel ergens kwijt aan boord. Zonde van de ruimte, zullen ze wel gezegd hebben. Maar het moest wel. Ja, ja, ja. En verder stonden daar tonnen en manden. Tonnen, manden. Er waren natuurlijk ook nog ruimen daarvoor. En zo'n sloep werd dan ook gewoon van boord getakeld. Net zoals die tonnen van boord getakeld werden. Hier zie je nog netten van boord gaan of aan boord gaan. En wat namen de vissers voor zichzelf mee? Hadden ze kooien ook? Sliepen ze ook aan boord? Ja, dat moet natuurlijk wel. Hier aan de voorkant had je kooien. Een stapelbed, zeg maar. Ze namen zelf een kistje mee. Een houten stoppenkistje met hun kleding. Er was niet veel. Ze hadden niet veel. Het was een hard leven. Een opa vertelde mij dat ze al snel algen in het meegenomen drinkwater kregen. Dat ze geheel gekleed sliepen. En dat hij bij een verkeerde wind na een paar weken zijn onderbroek binnenstebuiten aantrok. Omdat het wel erg hard aan je kont ging voelen. Ja, dat klinkt misschien leuk, zei hij. Maar aan de windzeilen konden die bommen voor geen meter. Zodat we soms veel langer wegbleven dan we wilden. Gaan. Ligt er zelfs. En de Bijbel, hè? Ja, natuurlijk. Er komt toch heel wat bij elkaar in zo'n vooronder. We kijken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 mensen sliepen hier, hoor. Dan terug naar ons museum maar weer. En snel terug naar André, want we willen daar graag nog iets meer laten zien. Nou, we gaan even hier naar kijken, want dat is toch ook een bijzonder schilderij, zie ik. Ja. Hier zie je eigenlijk ook wel dat anker weer terug, maar kun je er nog wat meer over vertellen? Nou, eigenlijk is dit een typisch werk wat het meest geschilderd is. Zo'n bomschuit, zeg maar aankomst en het liggen, daadwerkelijk liggen in die vloedlijn of aan... dat konden ze in beeld brengen natuurlijk. Dat konden ze, want dat lag een tijdje zo. En die kunstenaars die,
Die zaten natuurlijk aan de overkant in een hotel of in een villa. Of ze zaten daar in de meeste gevallen in de zomer. Dus die schepen kwamen na 3 weken weer thuis. Dus dan had je vooral aankomst en weer vertrek. En dan lag hij een tijdje daar. Dus dit was het meest makkelijke om te schilderen. En Munthe, die aan de noordkant in de villa woonde. Wat nu, die kon het vanuit zijn huisdeuren. Ja, die kon dat direct zien. En die heeft dat eigenlijk wel het meest vastgelegd. En ook en goed in beeld gebracht. Ja, goed los in beeld. Dit is wel heel erg à la Haagse school. En lekker grijs zoals het buiten nu ook is. Ja. Ik zou nog graag een mesdag willen zien. Ook kan dat? Ja, hebben we ook. Het is wel Scheveningen, maar we hebben het wel. Gaan we toch even gaan heen we deze kant op. Ga je gang. Jij wijst me maar aan. Ja, rechtop. Ja, die hangt hier om de hoek. Die mag denk ik niet ontbreken, toch? Nee, mesdag is natuurlijk... het is een Scheveningen. Ja, we wonen in Scheveningen of Den Haag. Den Haag, Scheveningen. Maar mag niet ontbreken, want dat is denk ik... onze bekendste 19e eeuwse zeeschilder. En hij heeft dus heel veel bomschuiten geschilderd ook. Ja, bijna alleen maar. En hij heeft natuurlijk het beroemde panorama geschilderd... wat helemaal vol staat met schuiten. Hier was hij beroemd om. Hij heeft ook medailles voor gehaald op allerlei salons. En het is natuurlijk waanzinnig mooi in beeld gebracht. Een topstuk, ik kan niet anders Dit zeggen. Is absoluut een topstuk. Maar als je dat nou in je kamer hebt hangen, mag je toch ook trots zijn? Dit is ook, vind ik ook een heel mooi, goed geschilderd werk van een Amerikaanse schilder, Jean-Paul Gruppe, die Katwijkse schilders, zijn vrienden, naar Amerika heeft gebracht. Dus wel een hele belangrijke kunstenaar ook. En ook heel mooi details in beeld gebracht. Hè. Dit is de nette kar of de tonnenwagen, een van de twee. Dit is een hele mooie... details aan dek. Ja, dus het is echt een topstuk ook. Je ziet hier ook hoe groot die boomschuit toch eigenlijk is, als je dat vergelijkt met de paden. Ja, die verhoudingen die kloppen ook heel goed. Ja. Daarvoor gingen ze dan aan de slag met die schuiten. En dan werd hier... Reparatiewerk? Reparatiewerk. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, er moest opnieuw geteerd worden. Dan moest je aan de onderkant erbij. Dat ding lag natuurlijk gewoon stijf op dat strand, dus dat moest je dan opkrikken. Dus net als met een autokrik om je band te verwisselen, werd er dus een soort krik gebruikt met een vijzel daaraan. Hier zie je een houten plateautje. Dit is de vijzel. En daar zat dan een blok aan. Die kon je aan de zijkant, waar de allerlei ijzeren beugeltjes waar je dat aan vast kon zetten. En dan kon je zo'n ding opkrikken. Heeft het museum daar nog een beeld van? Of? We hebben beneden een vijzel staan. Ik denk de enige die er nog in Nederland te vinden is. Hier zien we het geheel. Hieronder zit het houten plankje, wat ook op dat schilderij staat. Ja. Is het houten plankje. Dit is het blok waarmee het aan die schuit. Het hoort eigenlijk daar dus bovenop. Waarbij je aan deze ijzeren pinnen kon je het dus aan die schuit vastzetten. En daarmee kon je dat dus opkrikken. Dus hier werden ze eigenlijk gebouwd, als ik het goed begrijp. Klopt, Wim. We staan hier bij Tatendam. En hier was de werf van Taat. Waar de meeste boomschuiten werden gebouwd. Er waren nog 2 andere werven, maar dit is degene die het langst heeft Het was bestaan. Eigenlijk maar een heel klein stukje om naartoe te lopen. Maar ik vind het wel een eind. Als je van hieruit bedenkt dat die schuiten, die dus 15 meter lang waren en zo'n meter of 6-7 breed, dat die hier door de voorstraat naar zee gingen helemaal. Ja, maar dat werd voortgetrokken door paarden in die tijd. Ja, dus dat stuk ging nog wel. Dat scheelt nog wel, dat is waar. Ik denk dat het pas op strand moeilijker werd. Werd het heel lastig, ja. Maar ik vind het best een pittig stukje. Ja. Dus dit is de plek eigenlijk. Dit is absoluut de plek, ja. Hier moesten ze het water in. Ja. En... Ik kan me dat niet voorstellen zo, door die branding heen, met die paarden, met die manden. Onvoorstelbaar. Ja, en het is best een stuk wat je moet door die branding. En nou is het nog een beetje redelijk weer. Maar als het nog wat ruiger is, moet je er ook doorheen. En dan omhoog, hè? Het is toch nog altijd wel, wat zei je, 8 meter omhoog om aan boord te klimmen dan ook. Nou, dat is wel heel veel, maar een metertje of 4 was het toch wel gauw. Oké. Dit is bijna een foto, schilderij dat ernaast hangt. Ja, het is een heel groot verschil met het werk van H.W. Jansen, wat we net gezien hebben, die eigenlijk met een paletmes... die plankjes heeft eigenlijk getimmerd, zeg ik altijd. Nee. Maar toch wel details ook. Maar met heel veel details. Hè. Je ziet nog de rederijmerken, je ziet de ionen, je ziet de
Deze ijzeren voorkant zie je goed. Bij deze zie je ook heel veel details, maar het is bijna inderdaad een soort fotorealisme. Maar wel in 1889 geschilderd. Toen hadden we eigenlijk praktisch nog geen foto's. Nee, dat was net een beetje net in opkomst. In ieder geval in Nederland, in Frankrijk al wat langer natuurlijk. Maar je ziet wel heel veel mooie details. Hè. Er zit hier iemand met schilderen. Dus het ijzerwerk in de menie aan het zetten. Je ziet hier ook dat rode ijzerwerk. Je ziet hier de spil, je ziet de lichten van die schepen. Er werd voortdurend aan die schepen gewerkt in feite. Ja, want zo'n ding dat trotseerde natuurlijk het Zoute Zeewater. Dat merk je nu ook nog. Hij ging ook maar 10 jaar mee. We kwamen niet voor de zee, maar jullie hebben weer een prachtige tentoonstelling. Ja, een beetje, oké. Maar hoe kunnen we daar terecht? Wanneer mogen we daarheen? Nou, hij loopt nog tot en met 14 september. En dan dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5. Dan zien jullie de bomschuiten in hun element, maar dan op doek, hè, door de schilders vastgelegd. We hebben daar ook een boekje bij gemaakt. Een herinnering dus. Een herinnering, 12,50. En daar staat het hele verhaal. Kijk, behoorlijk in zijn element. Kun je de schilderij ook nog eens even thuis bekijken. Ja, daarom. En er staat ook alle wetenswaardigheden in over de bomschuit, hoe dat dan is gegaan. Het hele verhaal. Het hele verhaal.